Ondanks de zomerse hitte buiten wordt binnen keihard doorgewerkt om de leuninkjes weer toonbaar te maken. Na lang gestegel ging in december vorig jaar de kogel door de kerk en wordt het zalencentrum in Poeldijk opgeknapt. Voor de verbouwing trok de gemeenteraad 1,8 miljoen euro uit. Bouwbedrijf Boxman uit Naaldwijk heeft de aanbesteding gewonnen en is sinds een paar weken binnen en buiten de leuninkjes aan het werk. Het gebouw moet uiteindelijk weer zeker 10 jaar mee kunnen. Wij hebben hier de opdracht deels constructief de boel in orde te krijgen voor de grote zaal en de hele afbouw. Dus de wanden af te timmeren, het plafond af te timmeren, nieuwe vloeren erin, zodat er een compleet nieuwe feestzaal ontstaat. In de grote zaal wordt de staalconstructie aangepast. Er moeten wat verzwaringen aangebracht worden. We krijgen hier voorzetwanden en we gaan het plafond bekleden. En dat heeft allemaal met geluid te maken, overdracht van geluid. En de vloer voorzien we van een nieuwe vloer. De toneelconstructie gaan wij upgraden, dus daar worden wat voorzetwanden omheen gezet met steenstrips. En het toneel wordt helemaal opgeknapt. Dit is de oorspronkelijke entree van de leuninkjes. Hier maken we de tijdelijke nieuwe entree voor de grote zaal. Omdat we nog niet precies weten wat er met de kleine zaal gaat gebeuren. Hier gaan wij voorzetwanden plaatsen, systeemplafond. De voorzetwanden worden gesuist in een bepaalde kleur en hier gaat een nieuwe vloer in. Op dit moment loopt nog een onderzoek naar het huisvesten van de WOS in het zalencentrum. Qua ruimte past dat, maar als er televisiestudio's en een nieuwscafé moeten komen, zoals het bestuur van de WOS wenst, zal de oplevering nog een paar maanden langer op zich laten wachten. Binnenkort buigt de gemeenteraad van Westland zich over de uitkomsten van het onderzoek.